Het is een absoluut tv-record. Guido Weijers verzorgt dit jaar voor de 11e keer de oudejaarsconferentie en dat is nog niet eerder gebeurd. Zelf is de cabaretier daar enorm in zijn nopjes mee. Voor de gelegenheid heeft hij zelfs een hele fotoshoot gehouden met de tv-baas van RTL, Peter van der Vorst. Met oliebol. Niet iedereen is enthousiast over het record van Guido, want de comediant werd gisteravond op een behoorlijk lelijke manier besproken in de live talkshow Media Inside op NPO 3. Hierin praten presentatoren Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen met hun gasten aan tafel over de media-actualiteit. Gijs nietsontziend, ik vind het op zich heel erg knap dat iemand met eigenlijk heel weinig gevoel voor humor zo vaak een oudejaarsconferentie heeft mogen doen. Daar is Marcel het volledig mee eens. Het heeft ook een schaduwkant. Ik vind het ook schrikken dat zoveel mensen dat geringe gevoel voor humor zo ontzettend waarderen. Wie kijkt er dan naar en wat zegt dat dan over Nederland? Hij vervolgt, slechte humor, slecht gebracht en dat dan allemaal leuk vinden en allemaal maar kijken op oudejaarsavond. Wat is dat? Wat sluipt er in ons volk, Roelof, wat denk jij? Tafelgast Roelof Hemme, daarop lachend, je moet niet gaan kijken. Thank you.